Ja, het is weer bijna zover, hè? De jaarlijkse afsluiting van het Zwarte-Pieten-debat. En niet vergeten de strijd over wanneer mogen de pepernoten nu in de winkel liggen. Of moet ik kruidnoten zeggen? Soms is het moeilijk bij te houden. Je vraagt je misschien af waarom er over dit soort dingen soms zo'n gedoe is. Over feestdagen en hoe het wel en hoe het niet hoort. Nou, dat heeft te maken met dat een feestdag, zoals Sinterklaas, is een ritueel. En rituelen die markeren de belangrijke momenten in ons leven. Dat kunnen momenten zijn als volwassen worden, of trouwen, of kinderen krijgen. Maar het zijn ook de momenten in het jaar. De christelijke feestdagen, maar ook andere momenten in het jaar, die markeren we ritueel. En daarmee geven we een soort van stabiliteit en rust aan ons leven. We zeggen, dit zijn de belangrijke momenten en dan kunnen we van moment naar moment leven. Als dan de pepernoten dus al in augustus of september in de winkel liggen, ja, dan ondermijnt dat gevoel. Dan ontstaat het idee dat, nou ja, blijkbaar vinden we consumptie belangrijker dan geduld hebben, dan de dingen op hun juiste tijd doen. En als wij het gevoel krijgen dat de manier waarop wij Sinterklaas vieren, bijvoorbeeld met Zwarte Piet, dat wordt bedreigd, dan voelen we ons ook aangevallen. Ik heb het gevoel, ja, maar dit is toch traditie? Dit doen we toch altijd al zo? En het was nooit racistisch. Nou, nu zit ik hier niet om de geschiedenis van Zwarte Piet uit te pluizen. Sowieso de geschiedenis van volksrituelen bestuderen is altijd vrij lastig. Het zijn vrij weinig bronnen en rituelen hebben altijd verschillende oorsprongen. Dus ja, dan kun je wel zeggen, ja, maar het komt toch van dat roet. En dat roet heeft dan met Odin te maken. En ja, misschien is dat een van de oorsprongen. Maar dat sluit niet uit dat er ook een racistische oorsprong is. Zo werken rituelen nou eenmaal. Maar wat ik wel kan zeggen is dat waarom wij rituelen zo belangrijk vinden en waarom wij die rituelen in het jaar, die dat jaar markeren, zo belangrijk vinden, is juist omdat wij eigenlijk in chaotische tijden leven. In de periode dat de sociologen de laatmoderne tijd noemen, is er eigenlijk vrij weinig om je aan vast te houden. Er is weinig stabiliteit. En als dan, zoals de afgelopen jaren, de ene crisis de andere opvolgt, ja, dan merken we dat die behoefte aan volkstraditionaliteit, om daaraan vast te houden, die is toch wel belangrijk voor ons. Dit maakt ook dat hele Zwarte Piet is racisme, wat er eerst was, een kunstproject, zo ontzettend geniaal. Want als er dus een probleem is in je land, in dit geval systemisch racisme, wat eigenlijk onbesproken blijft en wat misschien meer aandacht verdient. Als je daar al jaren over aan het roepen bent dat speelt, maar niemand luistert, nou ja, dan is dus even tegen een heilig huisje aanschoppen misschien helemaal niet zo'n gek idee. En ik moet zeggen, ik vond het zelf in eerste instantie, toen ik daar voor het eerst ook over hoorde, ik vond het zelf ook wel even moeilijk. Er is dan toch het gevoel van, ja, ik heb het nooit als racistisch ervaren. Ben ik dan een racist? Je gaat aan jezelf twijfelen, maar ja, als ik er dan langer over nadenk, dan wil ik toch eigenlijk het liefst dat we bij een feestdag als deze, een moment waarop we de tijd markeren, waarop we onze identiteit markeren, ja, dat we dat doen zonder dat we daarbij een hele geschiedenis van onderdrukking en van misbruik hoeven op te raken. We leven tenslotte in een multiculturele sociologen misschien zouden zeggen, een plurale of super diverse samenleving. En daar zijn veranderingen soms nodig. Maar goed, daar zal ik het een andere keer over hebben. Ik moet nu even weer verder met inpakken, want anders krijg ik het niet op tijd klaar.